het Vredespaleis in Den Haag, 31 juli 1979. Deze dag doet de Raad voor de Luchtvaart uitspraak over de vliegramp op het Spaanse eiland Tenerife. Op 27 maart 1977 komt op de startbaan van het vliegveld Los Rodeos een Boeing 747 van de KLM in botsing met een 747 van de Amerikaanse vliegmaatschappij Pan Am. Het ongeluk kost 583 mensen het leven, onder wie alle 248 inzittenden van het KLM-toestel. Op basis van een rapport van de Rijksluchtvaartdienst komt de Raad voor de Luchtvaart 2 jaar na de ramp tot de conclusie dat het ongeluk te wijten was aan een samenloop van omstandigheden. 1 hoofdoorzaak is niet aan te wijzen. Maar klopt dat wel? Reporter onderzoekt de vraag waarom de Nederlandse Rijksluchtvaartdienst de waarheid over de oorzaak van de grootste vliegramp uit de geschiedenis nog altijd niet onder ogen wil zien. De Canarische eilanden. Een populaire vakantiebestemming, vooral in het voorjaar. Het ligt voor de kust van Noord-Afrika, zo'n 2000 kilometer ten zuiden van moederland Spanje. Al is het er niet zo heet als op het Afrikaanse continent, de zon schijnt er in het vroege voorjaar al volop. Het geldt ook voor zondag 27 maart 1977. Op de luchthaven van Tenerife schijnt de zon alleen die ochtend. In de middag slaat het weer om. Het vliegveld ligt in een bergachtig gebied, waardoor laaghangende bewolking voor dikke mist zorgt. Die zondag, nu 20 jaar geleden, heeft verkeersleider Fernando Azcunaga dienst op de luchthaven Los Rodeos van Tenerife. Era un día muy difícil, de unas condiciones meteorológicas muy malas. Había mucha niebla, el tiempo estaba francamente malo. Y era un día muy complicado porque, además de lo mal que estaba el tiempo, el aeropuerto de Las Palmas se cerró a causa de una bomba. Y entonces todos los tráficos que había programados para Las Palmas procedieron al aeropuerto de Los Rodeos, que era el alternativo de Las Palmas. De Amerikaan Robert Bragg is die dag onderweg naar de Canarische eilanden. Bragg is co-piloot op een Boeing 747 bij de Amerikaanse maatschappij Pan Am. Flight was a charter that originated in Los Angeles. Basically it was one of the first fly cruise charters, where people flew to their destination and boarded a cruise ship and then cruised for 10 days and then flew back home. And the flight had come from Los Angeles to New York, and the proposed destination was Las Palmas, and due to a terrorist bomb there we diverted and went to Tenerife. Er zijn die dag nog meer vliegtuigen die van Las Palmas moeten uitwijken naar Tenerife. Om 2:30 landt daar de Rijn, een Boeing 747 van de KLM. Ook dit toestel heeft als oorspronkelijke bestemming Las Palmas. En la torre fue un día prácticamente normal. Bueno, normal, normal hasta el punto de hasta que vinieron los tantos aviones. Entonces ya se empezaron a bloquear las rodaduras, entonces teníamos un gran problema de tráfico. Por eso los aviones tuvieron que rodar por la pista. Could you taxi over the taxiway? No, because we the airplanes in front of us, as I mentioned, the first, second, and third airplane were in front of us, and therefore the taxiways were blocked, so we couldn't get around them. Rond 4:00 's middags is de luchthaven van Las Palmas weer open. De 747 van Pan Am kan eindelijk de passagiers naar hun bestemming brengen. Voor de KLM is er nog meer haast, omdat op Las Palmas meer dan 300 toeristen wachten die dezelfde zondagavond nog terug naar Amsterdam moeten worden gevlogen. De tijd begint te dringen. The airport was still closed, but once it did open, just prior to the airport opening, KLM decided to refuel.
And he put on quite a bit of fuel, and due to the refueling and due to him being right in front of us, we couldn't get around him. Het is enkele minuten voor 5 uur. De twee 747's beginnen met het taxiën over de startbaan. Het KLM-toestel eerst. 4 minuten later gevolgd door de Pan Am. Could you see the KLM plane during a taxi? Oh, completely. When we started taxiing down the runway, the visibility was unlimited. You could see the full length of the runway. As a matter of fact, you could see all the way across the island. And as we were taxiing down the runway, a fog bank came off of the large hill to the right of us, which would have been to the south of the airport, and came down and stopped right on the runway. Om 5 minuten over 5 bereikt de 747 van de KLM de kop van de startbaan en begint even later met de start. Het Pan Am-toestel is dan nog aan het taxiën, halverwege de startbaan. I could not believe it. In other words, when I saw him moving, there's not many things that happen to you in your life that you just do not believe that are happening. That was the attitude I had. I could not believe he was taking off. When we were turning, and I looked back out of my right window and saw the man's rotating beacon. On the 747, you have 2 beacons that are red, one on the bottom, one on the top. I saw the red beacon on the bottom, and he had lifted off the ground, and I closed my eyes and ducked out of natural reaction. He hit us, and I didn't even think he'd done us any damage because the airplane just shook very quickly, not very much noise. And I looked up, when I opened my eyes and looked up, the entire cockpit was gone. All of the windows were gone. The top of the cockpit was gone. I looked to the right, and the entire right wing was on fire. I looked back to the left, and where we had 28 people in the upstairs lounge was completely and totally gone. Van de 396 inzittenden in het Pan Am-vliegtuig overleven 61 de ramp. Daaronder de cockpitbemanning. Naast co-piloot Bragg zijn dat de boordwerktuigkundige Warns en de captain van het toestel, Grubbs. Dit zijn de resten van de Pan Am. De KLM vliegt na de crash nog 400 meter door de lucht, waarna het op de baan stort en ontploft. Alle 248 inzittenden van het KLM-toestel komen om het leven. In die dagen is Frits van Vianen voorzitter van de VNV, de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. In die tijd werkt hij ook bij de KLM als gezagvoerder op een 747. Benno Baksteen is tegenwoordig 747 gezagvoerder bij de KLM en voorzitter van de Vereniging van Verkeersvliegers. Het is 20 jaar terug, maar ik herinner me dat nog als de dag van gisteren. Ik was vrij, ik zat thuis, was iets, ik weet niet wat ik aan het doen was, dat weet ik niet meer, maar wel dat de radio aanstond en ineens kwam er zo'n berichtje van wat is met de KLM. En toen ik de naam van de collega hoorde die daarin betrokken was, toen kwam het bij me op van, dit kan helemaal niet. Ja, toen gaande de dag toen ontwikkelde zich dat verhaal en het was, nou, het was, ja, ik was volledig uit het veld geslagen. Nog diezelfde zondagavond reizen er Spaanse, Amerikaanse en Nederlandse luchtvaartexperts naar de Canarische eilanden om de oorzaak van de ramp te achterhalen. Een van hen is de Amerikaan Edward Dreyfus, nu 70 jaar oud. Destijds was hij hoofdonderzoeker namens de NTSB, de National Transportation and Safety Board. De NTSB onderzoekt alle grote transportongelukken waarbij Amerikaanse vliegtuigen of schepen zijn betrokken. Hij toont ons de dia's die hij de dag na het ongeluk heeft genomen. You're looking now from a helicopter that we took after we arrived in Tenerife. We took photographs of the runway, and the first aircraft or debris you see on the runway is the Pan Am aircraft, Pan Am 747, that was hit. And then in the background there, more or less towards the terminal,
And one taxiway back, you'll see some wreckage, and that was KLM. How did the cooperation go between the Spanish, the Dutch, and you? It went excellent. Initially, teams were formed when we went over there, and we went by do our thing, like operations and human factors and structure systems, things like that, and set up teams in the United States to review the cockpit voice recorders of both the KLM aircraft, Pan Am aircraft. Ook de Nederlandse Rijksluchtvaartdienst zendt een ploeg onderzoekers naar Tenerife. Een van hen is Bruno Klare, tegenwoordig hoofdvliegdienst bij de RLD. Ik was in die tijd inspecteur vliegen bij de Rijksluchtvaartdienst. En in die hoedanigheid ben ik aan het onderzoeksteam toegevoegd. Vanwege mijn kennis van het vliegen en de procedures van de 747. Om dus het officiële onderzoeksteam te kunnen assisteren die niet over deze kennis beschikt. Na het afluisteren van de band van de verkeerstoren op Tenerife worden in Washington bij de NTSB de banden uit de zwarte dozen van Pan Am en KLM onderzocht. Daarbij zijn ook mensen van de Rijksluchtvaartdienst aanwezig. Initially everything went fine. Unfortunately, a little later on it became apparent that the causal area was most likely pointed towards the KLM captain. The lack of cooperation from the Dutch became apparent at that time. We zijn het eigenlijk met elkaar eens geweest voor wat betreft de feitelijke gegevens. Daarna ga je analyseren en daaruit worden conclusies en aanbevelingen getrokken. En daar zijn de meningen eigenlijk uiteengelopen. Er is nog een onderzoeker op Tenerife aanwezig. In New York, in het voormalige gebouw van Pan American Airways, ontmoeten we Paul Roach. Roach was destijds chefvliegdienst van Pan Am en bestuurslid van de Amerikaanse pilotenvereniging ELPA. Namens die vereniging begon hij met eigen onderzoek naar de oorzaken van de ramp. Since this accident was quite clearly one of almost purely human factors import, we decided to, the American Airline Pilots Association decided to study the human factors behind the issue, to then write a report on what caused the accident in terms of human factors. Volgens de regels van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO is het land waar het ongeluk plaats heeft verantwoordelijk voor het officiële onderzoeksrapport. In dit geval Spanje dus. Het is oktober 1978, anderhalf jaar na het ongeluk. Het officiële ICAO-rapport over de vliegramp wordt openbaar gemaakt. De conclusie is eenduidig. The fundamental cause of the accident was the fact that the KLM captain took off without a clearance. In 78 the report finally came out, the Spanish report. What do you think about their conclusions? Did you agree? The United States agreed with it completely. 100%? 100%. We had some, there was some slight errors that were corrected, but in essence the content of the report was what we believed. De gezagvoerder is een van de meest ervaren vliegers van de KLM. Sinds 1950 is hij in dienst van de Nederlandse Luchtvaartmaatschappij. Het is de 50-jarige Jacob Veldhuizen van Zanten. Behalve captain op een 747 is hij ook hoofd vliegtraining. Wat voor status had hij binnen de KLM? Een hoge status. Hij stond aangeschreven als een uitnemend vlieger. Het was een man die ook theoretisch bijzonder goed geschoold was. En het is niet voor niks dat hij in die tijd het gehele trainingsdepartement, het vliegtrainingsdepartement, leidde. Bij de Rijksluchtvaartdienst zijn ze erg ongelukkig met de uitkomst van het Spaanse ICAO-rapport. Daarom komt de RLD meteen met een tegenrapport. De conclusie in dit Nederlandse rapport luidt: geen van de betrokkenen heeft ernstige nalatigheid betracht. In de handelingen van geen van de betrokkenen kunnen we grove fouten ontdekken. Het beroerde van dit ongeval is dat eigenlijk al die omstandigheden als een ketting in elkaar gegrepen hebben. Al die schakeltjes die moesten precies op hun plaats vallen om dit ongeluk te veroorzaken.
Ik ben nog steeds van mening, als je er één schakeltje tussen uithaalt, dan was het ongeval niet gebeurd. Eind juli 1979 komt de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart bijeen hier in het Vredespaleis in Den Haag. Op 31 juli komt de Raad tot een uitspraak. Ze ondersteunt de visie van de Rijksluchtvaartdienst volledig. Niemand had schuld aan de vliegramp op Tenerife. We keren terug naar Tenerife. Naar die zondag, nu 20 jaar geleden. We maken een reconstructie van het ongeluk. De belangrijkste bronnen zijn daarvoor de cockpit voice recording van de KLM. En dezelfde geluidsbanden afkomstig uit de zwarte doos van de 747 van Pan Am. Al deze gegevens zijn gedetailleerd uitgewerkt in de bijlagen van rapporten. Van ieder woord is precies bekend door wie en wanneer ze werden gesproken. Deze teksten zijn door ons letterlijk nagesproken. Dankzij de gegevens uit de Flight Data Recorder kunnen we de exacte bewegingen in beeld brengen die de vliegtuigen op datzelfde moment maken. Zo willen we antwoord krijgen op de vraag welke versie nou de juiste is. Die van de Nederlandse partijen of van het Spaanse ICAO-rapport, gesteund door de Amerikaanse onderzoekers. De startbaan van de luchthaven Los Rodeos op Tenerife. Omdat de taxibaan aan het begin geblokkeerd is, krijgen de vliegtuigen van KLM en Pan Am van de verkeerstoren opdracht om over de startbaan te taxiën. Daarbij passeren ze 4 afslagen naar de taxibaan, waarvan hier de afslagen 2, 3 en 4 zichtbaar zijn. Het is 16 uur 58, 8 minuten voordat de botsing zal plaatsvinden. De KLM Boeing, roepnaam 4805, taxiet over de volle lengte van de startbaan. De verkeerstoren geeft de opdracht om de baan tot het einde toe af te rijden. Als ze daar aankomen, moeten ze een bocht van 180 graden maken om in startpositie te komen. Deze handeling heet een backtrack. Oké, KLM, 80. Correction, 4805. Taxi straight ahead for the runway and make backtrack. Roger, make a backtrack. KLM 4805 is now on the runway. 4805, Roger. Approach. You want us to turn left at Charlie 1? Taxiway Charlie 1? Negative, negative. Taxi straight ahead. Up to the end of the runway and make backtrack. Okay, sir. De bemanning van de KLM cockpit bestaat uit 3 personen. De al eerder genoemde Veldhuizen van Zanten is de man die feitelijk het vliegtuig bestuurt. De 42-jarige co-piloot Meurs is verantwoordelijk voor de radiocommunicatie met de verkeerstoren. Hij heeft 2 maanden eerder bij Veldhuizen van Zanten zijn brevet voor een 747 gehaald. Boordwerktuigkundige Schreurs is 48 jaar, waarvan 29 jaar in dienst van de KLM. Het is 17 uur, 5 minuten en 20 seconden. 80 seconden voor de fatale botsing. De Pan Am Boeing taxiet over de startbaan, op zo'n 1700 meter achter de KLM Boeing. Ze hebben van de toren opdracht gekregen om de 3e afslag, nummer C3, naar de taxibaan te nemen. In de mist zoekt de bemanning naar de 3e afslag, zoals de toren ze heeft opgedragen. Co-piloot Braggs en zijn collega's tellen de afslagen die ze voorbij rijden. Ze zijn op zoek naar de afslag van 45 graden die is aangegeven op de plattegrond van de baan. That's 2. That's 45 there. Yeah? That's this one right here. Yeah, I know. Okay. Next one is almost 45. Yeah. Tijdens dit gesprek passeert de Pan Am afslag C3. Dit is een moeilijke bocht voor zo'n groot vliegtuig. In plaats van de startbaan hier te verlaten, zoals opgedragen door de toren, rijdt de Pan Am rechtdoor naar de 4e afslag van 45 graden. So this was the third taxiway, the way we understood it that we were supposed to take. If you notice,
This particular taxiway gets you off the runway and in the direction that you're supposed to be going to get into a takeoff position down here. This taxiway would take you back in to the terminal area. You would have to make a 135-degree turn here, and then you'd have to make another 135-degree turn here. I am fully convinced that he did not mean for us to take this taxiway. De Pan Am moest de bocht C3 nemen, dat is een bocht van 140 graden eigenlijk terug, in de dikke mist, en hij kende de baan verder niet. Hoe moeilijk is het om zo'n bocht te nemen? Nou, dat is knap moeilijk om zo'n groot gevaar te... Die bocht om te krijgen moet je nou een heel eind voorbij de bocht met de neus. En dan in feite een beetje uitbuigen. Dan helemaal terug. En dan moet je heel nauwkeurig doen. Wil je niet met je hoofdwielen door de punt van het gras gaan. Dat is gewoon heel lastig. Met goed zicht op een bekend veld is dat al heel lastig. Dus zeker in deze situatie. Die hele discussie is niet echt heel relevant hoor, denk ik, voor dit gedeelte. Want ik denk dat de Amerikanen gelijk hebben met hun onderzoek dat die vliegers afgeleid waren door wat er met de KLM aan het gebeuren was. Die waren er ongerust over. En die hebben gewoon die hele bocht, denk ik, gemist. Ik denk niet dat het een bewuste keuze is geweest. Ik denk dat ze dat gewoon gemist hebben. Als we hem wel hadden genomen, hoeveel tijd kost het dan om zo'n moeilijke bocht te maken? Heel veel tijd. Waarschijnlijk kost dat meer tijd dan doorrijden en de makkelijke afslag nemen. Het is 17 uur, 5 minuten en 30 seconden. 70 seconden voor de crash. De 747 van de KLM arriveert aan het einde van de startbaan en maakt een bocht van 180 graden. Daarna staat het vliegtuig in de juiste positie om aan de start te beginnen. Co-piloot Meurs beëindigt het voorlezen van de checklist. Body gear disarmed. Landing lights on. Checklist completed. Plotseling opent de gezagvoerder de gashendels en maakt het vliegtuig een lichte beweging voorwaarts. De co-piloot schrikt van deze handeling en waarschuwt zijn captain. Wacht even, we hebben geen ATC clearance. Nee, dat weet ik. Vraag maar. De KLM 4805 is now ready for takeoff and we're waiting for our ATC clearance. Waarom opende de KLM gezagvoerder de motoren terwijl de verkeerstoren nog geen ATC clearance had gegeven? Een ATC clearance is een routeklaring. Die geeft aan welke koers het vliegtuig moet nemen nadat het is opgestegen. De Rijksluchtvaartdienst schrijft in haar rapport over deze handeling van de KLM-captain. Deze handeling is bedoeld om de spin-up van de motoren voor de start te controleren. Deze handeling is normaal en houdt geen gehaastheid in. Is het normaal om voordat je die ATC clearance überhaupt gevraagd hebt, om dan al die spin-up controle te doen zoals de RLD het noemt? Er kan een situatie zijn waar het wel normaal is. Als je verwacht dat bij de weersomstandigheden, lagere temperaturen, mogelijkheden van ijsvorming in de motor kan ontstaan, om dan die motor wat langer in dat toertal te laten draaien. Maar was dat hier op Tenerife in maart het geval? Gezien de hoogte kan ik me daar wel iets mee voorstellen en gezien het zicht ook. Want het was natuurlijk vreselijk vochtig. En vocht wat door de motor gaat en dan ontstaat er nog eens een temperatuursverlaging, bestaat de mogelijkheid natuurlijk toch van ijsafzetting. Dus u deelt de mening van de Rijksluchtvaartdienst dat het een normale handeling was, ook om dat voor de ATC-klaring te doen? Niet altijd, maar in dit geval, gezien de omstandigheden daar, ja. Nee, dat is zeker niet waar. De motoren worden pas wat opgesponnen wanneer je alle klaringen binnen hebt en inderdaad klaar bent om de start te beginnen. Dus daarna ga je ook meteen door? Dan daarna ga je onmiddellijk door. Wat denkt u dat de reden was dat hij zijn motoren opentrok, de captain? Ik vermoed dat hij gedacht heeft dat hij alle klaringen inderdaad op dat moment binnen had en dat hij direct daarna door kon gaan met de start. Terug naar Tenerife. Het is 17 uur, 5 minuten en 53 seconden. 52 seconden voor de crash. De verkeerstoren geeft de KLM zijn routeklaring. KLM 8705, you're cleared to the Papa Beacon. Climb to and maintain flight level 90. Right turn at takeoff. Proceed with heading 040 until intercepting a 325 radial from Las Palmas VOR. Yes. Nadat de gezagvoerder yes zegt, duwt hij opnieuw de motoren open. Als je een routeklaring krijgt, een ATC clearance,
Betekent dat automatisch dat je ook een startklaring hebt, een take-off clearance, om te vertrekken? Nee, dat zijn twee heel gescheiden zaken. Dus je mag uit het ontvangen van een routeklaring niet constateren, ik mag nu weg? Nee, zeker niet. Ook in 1977 gold dat? Nee, zeker niet. De co-piloot begint met het teruglezen van de routeklaring om zeker te zijn dat hij de toren goed heeft verstaan. Maar voordat de co-piloot het teruglezen heeft beëindigd, laat de gezagvoerder de remmen los en begint het toestel aan de take-off. De co-piloot leest de routeklaring zo haastig terug dat de laatste woorden slecht verstaanbaar zijn. Roger, sir. We are clear to the Papa Beacon flight level 90. Right now, 04 first. Until intercepting the 325 and we now take off. De functie van het teruglezen is om aan te geven dat je alles goed begrepen hebt. Het geeft de verkeersleider de gelegenheid om stukelijk na te lopen. Heeft hij de goede hoogte gehoord? Heeft hij de goede richting gehoord? Heeft hij de goede setting van de radio gehoord? Daar is het voor controle dus. Dus daarna moet de toren weer bevestigen dat het goed is teruggelezen? Ja, die zegt meestal iets van de copy it all okay of iets dergelijks. Maar er wordt vaak nog iets gezegd, ja. In dit geval, voordat er überhaupt de teruglezing was beëindigd, was het toestel al vertrokken? Was al begonnen met de startaanloop, ja. En dat is niet zoals het hoort? Nee, dat is duidelijk. Ja. Dat hoort niet zo. Het is nu 33 seconden voor de crash. In de toren gaat de verkeersleider ervan uit dat de KLM wacht op toestemming om te mogen vertrekken. Na het teruglezen van de routeklaring antwoordt de toren dan ook met de woorden: Oké, stand by for takeoff. I will call you. De que el KLM no iba a partir, porque yo no le había dado ninguna autorización. Y un avión no puede despegar sin autorización de control. Nunca. Jamás. In de KLM-cockpit horen de beide piloten alleen maar het woord oké. Daarna volgt een fluittoon, waardoor de woorden stand by for take-off nauwelijks hoorbaar zijn. Oké. De Rijksluchtvaartdienst schrijft in haar rapport over dit moment: de pauze tussen het oké en het stand-by for take-off achten wij van beslissende betekenis. Zij is op het gebeuren van fatale invloed geweest. Dan zegt de toren oké en dan stand-by for take-off, maar dat komt via een pieptoon, is dat slechter hoorbaar? Nou, het is niet alleen slecht hoorbaar, het is eigenlijk niet hoorbaar. Dat woordje oké. Was dat de indruk dat ze mochten vertrekken? Dat is voor hun de indruk geweest dat ze mochten vertrekken. Want er komt oké, en oké in die tijd was een redelijk gebruikelijke kreet. We hebben hem nu echt helemaal afgeschaft, omdat het zegt niets. Maar toen was de conclusie dat het te veel gebruikt werd in het algemene vliegenjargon. En daarmee is het cruciale misverstand ontstaan? Ja. Alleen, deze conclusie van de Rijksluchtvaartdienst klopt niet. In de gegevens, afkomstig uit de zwarte doos van de KLM, ligt het bewijs. De toren zegt oké om 17 uur, 6 minuten en 18 seconden. De KLM-gezagvoerder begint zijn take-off om 17 uur, 6 minuten en 12 seconden. De KLM is dus al 6 seconden onderweg als de verkeerstoren oké zegt. Roger, sir. We are clear to the Papa Beacon flight level 90. Right now, 04 until intercepting the 325, and we now take off. Oké. Stand by for takeoff. I will call you. Toch is de ramp dan nog steeds te voorkomen. Het is 25 seconden voor de crash. Oorzaak van de fluittoon in de KLM-cockpit is een radiobericht uit het Pan Am-toestel, die de verkeerstoren meedeelt dat ze nog steeds op de startbaan taxiet. No, we're still taxiing down the runway, the Clipper 1736. Papa for 1736, report runway clear. Okay, we'll report when we're clear. Thank you. In de KLM-cockpit moet de boordwerktuigkundige flarden van de radiocommunicatie met de Pan Am hebben opgevangen. Want terwijl het vliegtuig op volle snelheid ligt, uit hij zijn twijfels tegenover zijn collega's. Maar de piloten wimpelen dat weg. Is hier niet af dan? Wat zeg je? Is hier niet af dan, die Pan American? Jawel. Is
dat normaal, zo'n vraag tijdens de start? Het stellen van een vraag kan zeker tijdens de start gebeuren. Maar het betekent wel dat een start afgebroken moet worden. Meteen? Iedere communicatie, anders dan standaard fraseologie, binnen het gebeuren van de start, betekent afbreken. Dat heeft de captain niet gedaan. Wat zegt dat u? Het is een fout die niet had mogen gebeuren. De laatste 14 seconden vanuit de Pan Am cockpit. Let's get out of here. Get the hell out of here. Yes, he tanked it, didn't he? Yeah, after he held us up for an hour and a half. Now he's in a rush. There he is. Look at him. He's coming. Get off, get off, get off. Het is anderhalf jaar later. In haar rapport komt de Rijksluchtvaartdienst tot een opmerkelijke conclusie. De oorzakelijkheid van de invloed van menselijke factoren voor het ontstaan van de te vroege start is uit geen der feiten gebleken. In feite zijn natuurlijk alle zaken die daar zich afgespeeld hebben terug te voeren op human factors. Maar in hoeverre je er dus een oorzakelijk verband in moet zien, daar hebben wij onze twijfels over gehad. U zou dit geen human factors ongeluk willen noemen? Misschien in de huidige tijd en terminologie, dat we misschien inderdaad wat meer geneigd zouden zijn, maar u moet het natuurlijk ook in het licht zien van de kennis 20 jaar geleden op dit gebied. Nou, de conclusie is hier duidelijk. Daarachter komt de volgende zin. Veronderstellingen welke dienaangaande gemaakt kunnen worden, dus ten aanzien van human factors, missen hun steun in het feitenmateriaal geheel. Dat is de conclusie die wij toen bereikt hebben. Human factors hebben geen essentiële rol gespeeld bij dit ongeluk. Ja. In het rapport van de Rijksluchtvaartdienst staat, is een beetje samengevat, dat de ramp het gevolg is van, en ik quote, een noodlottig samenspel van een aantal toevallige factoren. Het te ver doorrijden van, het Pan Am vliegtuig heeft de laatste schakel betekend. Wilt u dat? Het is inderdaad een van de laatste schakels. En in de tijd is in Nederland onderzoek uitgevoerd en we hebben het ook na laten rekenen. Als de Pan Am inderdaad via de goede afslag de baan verlaten had, dan was of het ongeval niet gebeurd, of er was mogelijk een lichte vorm van botsing geweest, maar zonder deze catastrofale situatie te bereiken. Als zo'n vliegtuig op de baan rijdt, dan moet hij melden dat hij eraf is. Dus dat is niet gebeurd. Dus de verkeersleider wist dat hij op de baan was. De Amerikanen wisten het, alleen de Nederlanders wisten het niet. De laatste factor is gewoon stomweg geweest dat het Nederlandse vliegtuig aan de start begonnen is. Dat is uiteindelijk wat het ongeval veroorzaakt heeft. Niet dat die Pan Am op de baan reed. Natuurlijk kan je een afslag missen en dat is op zich ook een foutje dan. Maar dat foutje wordt opgevangen in het totaal van procedures waarin je moet melden als je van de baan af bent. Wat vindt u van de analyse die de Rijksluchtvaartdienst van de ramp van Tenerife heeft gemaakt, zoals die gepresenteerd is destijds in 1978-79? U wilt een eerlijk antwoord van me. Ja, een absoluut eerlijk antwoord. Ik denk dat hij gekleurd is. Ik vind dat het weglaten van de human factors, juist van menselijke factoren, in het rapport een grote misser is. De menselijke factoren die aan de ramp ten grondslag liggen, worden juist wel uitgebreid behandeld in het rapport van de Amerikaanse pilotenorganisatie ELPA. We're talking about 77, this accident. Yes. Did the knowledge exist that there was a problem, could be a problem, in the interaction between co-pilot, flight engineer and captain? Oh yes, that was a problem that was identified really much earlier than the 70s. Americans have always been a little bit loose when it comes to bending to authority. Other countries, and I think in Europe we might point especially to it, were experiencing the problem of authoritarian command, and they began to pay attention to it and to start to do things about it. So the Europeans were later with this concept than the Americans, you would say? I would think so, yes. In fact, that's for sure. U heeft verschillende rapporten gelezen. Waar heeft u zelf het meest aan?
nou, met kop en schouders aan het Amerikaanse rapport. Want dat gaat namelijk in op de onderliggende oorzaken. De andere rapporten blijven steken in een opsomming van wat er gebeurd is. En ja, die proberen toch wat schuld en verantwoordelijkheden neer te leggen. En het interesseert ons dus niet wie de schuld heeft en wie verantwoordelijk is. Het interesseert ons wat er misgegaan is en hoe we dat kunnen voorkomen in de toekomst. En dat doet het Amerikaanse rapport. Heeft u dat rapport ooit gezien? Nee. Kent u het? Ik ken dit rapport niet. Nee. Die belangrijke, misschien wel essentiële rol van menselijke factoren, de human factors, binnen de cockpit, was dat in de 70 jaren ook bekend bij de KLM? Het was bij de KLM bekend, ja. Bij de vliegers echter speelde het een grotere rol, omdat wij beseften dat we van het oude patroon, waarbij je spreekt inderdaad van een gezagvoerder die de vlucht deed met twee hulpjes, dat we daarvan af moesten en het een teamwerk moest worden. Nou, daar speelt human factors, menselijke factoren, een grote rol in. En hoezeer het ook bij ons al bekend was en de eerste studies onderweg waren, werd het bij de KLM wel gekend, maar niet onderkend. Gelukkig hebben dus de direct betrokkenen wel degelijk de lessen getrokken. De KLM heeft versneld, want ze waren al mee bezig, de human factors cursussen ingevoerd. Nadruk gelegd op communicatiestrategieën in de cockpit, het omgaan met hiërarchie en de andere aanbevelingen zijn ook uitgevoerd. Wat zouden de reden zijn geweest voor de RLD om die echte oorzaak van de ramp in hun rapport zo te verhullen? Ik denk dat hier een paar factoren een rol spelen. Op de eerste plaats de afhankelijkheid van RLD en KLM. KLM Nationale Luchtvaartmaatschappij heeft een naam. Rijksluchtvaartdienst controlerend lichaam. En dient erop toe te zien dat er geen fouten gemaakt worden. De factor dat hoofdtrainingsdepartement bij de KLM in feite kind aan huis is bij de Rijksluchtvaartdienst en in dit geval betrokken is in de hele affaire. Dat zijn factoren die allen bij elkaar in feite een aanleiding zouden kunnen zijn om wat milder te oordelen. Maar ik denk dat de grootste factor is dat Rijksluchtvaartdienst in die jaren nog niet voldoende doordrongen was van de importantie van human factors. Do you believe now that they really thought that the Dutch captain was not to blame? I can't really believe that because they were intelligent personnel. I think that they wanted to believe that. They might have convinced themselves in some way in human factors. It's a human factors accident. And our mind goes many ways. And I think they wanted to believe that, but I don't think when they really thought about it that they believed that. Kan Tenerife ook nu nog gebeuren? Dat is heel eng, maar dat soort ongevallen, dat kan altijd gebeuren. Het gebeurt gelukkig heel erg weinig. En nog nooit is het weer gebeurd in deze omvang. Het is nog steeds het trieste record van de grootste ramp in de burgerluchtvaart. Maar dat kan nog steeds. Vandaar dat we het ook erg jammer vinden dat wat we nu juist hebben opgebouwd na Tenerife, al die aandacht voor human factors, hoe je dat doet, dat geld wat je daarin investeert in die trainingen en die opleidingen en ook in die structuur in zo'n bedrijf, dat het op dit ogenblik tussen onze handen weg dreigt te glippen door de ontwikkeling in de wereldluchtvaart. Hoe bedoelt u? Nou, je ziet steeds meer maatschappijen op de markt komen die geen structuur hebben en geen geschiedenis hebben. Kijk, wij dragen Tenerife met ons mee. Enerzijds een last, anderzijds ook een motivatie hoe je zaken moet inrichten en een motivatie om daar geld in te steken. De nieuwkomers weten van niks en die maken dus die basisfouten die wij 20 jaar geleden maakten, maken ze nu. Mijn grote zorg op het ogenblik is niet het aantal ongevallen, want het was vorig jaar niet groter dan de afgelopen jaren. Mijn grote zorg is de soort ongevallen van het afgelopen jaar. Want er zijn dezelfde basisfouten gemaakt als bij Tenerife.